gemaakt. We hebben vandaag een bijeenkomst, leren anno 2016. Omdat er ontzettend veel gebeurt op de vloer juist. En je kan niet overal een passend antwoord uit de theorie op krijgen. 70% van wat we leren doen we in de praktijk, 20% dat doen we met elkaar en 10% doen we in een formele, hè, in het klaslokaal setting. En waarom 70-20-10 is natuurlijk om die werkplek veel meer te benutten als leeromgeving. Je leert juist daar die handelingen bij jouw eigen cliënt die nodig zijn. En dan blijkt er dus wel ergens een... Good Habits is een bedrijf gevestigd in Eindhoven en wij bieden online training aan. En ik ben hier vandaag bij Reinaarde om te laten zien dat jullie het nu hebben, dat jullie ermee aan de slag kunnen. Waar het om gaat is dat je alle drie de vormen van leren vormgeeft in je organisatie. Maar dat we dus eigenlijk bij die werkplek, dat is de essentiële plek waar zoveel geleerd kan worden. Dat we daar bewust naar gaan kijken en dat juist vormgeven. Wij zijn vorig jaar in alle veranderende koersen ook aan het varen gegaan met ons dagcentrum. Op een studiedag. En wij hebben koffers meegenomen. Dit is hem. En op die koffer geschreven van wat heb ik erin zitten. Wat zit er in mijn koffer? Wat zijn mijn competenties? Wat zijn mijn talenten? Dat hebben we nu nog niet gedaan. En het mooie is dat we nu door het jaar heen die koffers met elkaar op tafel gaan leggen. En gaan kijken wat zit er in jouw koffer, wat zit er in mijn koffer. En hoe kunnen wij met alles bij elkaar een volledig team zijn en van elkaar leren. Ik denk dat dit 70% is, want dit is echt wel werk op de vloer. Dit is wat je hebt en hoe zet ik het in. Je wil leren op het moment dat jij het nodig hebt. Just in time, just enough. Dus precies voldoende voor dat wat jij op dat moment wil weten. En just for you, dus aansluitend bij het onderwerp waar jij op dat moment behoefte aan hebt. En zo leer je dus eigenlijk alleen maar wat je nodig hebt. En gaat die kwaliteit van de zorg omhoog. En je eigen deskundigheid vergroot je. Ja, pak het allemaal bij elkaar. Ga inderdaad samen voor die 100%.